Bliksem is een van de krachtigste weerfenomenen ter wereld. De stroomsterkte kan oplopen tot maar liefst 100.000 ampère, waarbij er een temperatuur bereikt kan worden van 30.000 graden. Ter vergelijking, dat is zo'n 6 keer de temperatuur van het oppervlakte van de zon. Wanneer zo'n ontlading naast je plaatsvindt, is dat wel even schrikken. Het was in 2016 in de Oostenrijkse Alpen. Het was eigenlijk begonnen als een gewone dag. We waren nog eerst naar de supermarkt geweest om onze picknick te gaan kopen. En dan denk ik dat we zo rond 11 uur op de parking kwamen en dan zijn we beginnen wandelen tot aan een berghut. Maar tegen het einde van de picknick zagen we van de bergtop die links van ons lag eigenlijk een mistbank naar beneden komen. Die blijkbaar de onderkant was van een stapelwolk. Als je in de bergen zit, dan zit je eigenlijk al, als je hoog genoeg zit, op dezelfde hoogte als de onderkant van de wolk, zoals je die in Nederland zou zien. Dus als je eenmaal in zo'n wolk terechtkomt, in die onderkant van die wolk, dan lijkt het alsof het gewoon ontzettend mistig is. Maar ja, als het mistig is hier in Nederland, dan is het heel rustig weer. Maar zit je in de onderkant van zo'n buienwolk, dan kan het toch ineens flink tekeer gaan. Op het einde van de lunch zaten we eigenlijk al in de mistbank. En als we bijna dat punt bereikten, begon het te regenen. En die druppels begonnen al heel snel dik te worden. Gewoon een voorgevoel te krijgen van oké, combinatie mist, regen. Dit kan misschien wel eens gevaarlijk uitpakken. Dan lijkt het alsof je in de mist terechtkomt, maar je moet je voorstellen dat daar nog een wolk boven hangt van zo'n 8 tot 10 kilometer dikte, nog, soms nog wel meer zelfs bij een zware bui. Ja, en al die water die daarboven zit, dat regent natuurlijk een keer uit. Er kan ook sneeuw bij zitten, in sommige gevallen ook hagel als die bui zwaar genoeg is. Dus vandaar dat het dan geen mist is, maar dat je echt in de buienwolk zelf zit. Op het moment dat we er eigenlijk naar terug wandelen, was er al een eerste blikseminslag. Dat stukje tussen de plaats waar we waren en de hut waar we konden schuilen was misschien maar een kilometer. Hebben we zeker 5 blikseminslagen meegemaakt van uw video. Bliksem is eigenlijk niks anders dan een elektromagnetische puls die vrijkomt. Dus gewoon statische energie wat wordt opgewekt in een onweersbui. Dat komt omdat in zo'n wolk allerlei deeltjes tegen elkaar aan botsen. Kleine ijskorreltjes, waterdruppels en sneeuwvlokken. En op het moment dat het met heel veel geweld langs elkaar opschuurt, dan ontstaat er dus een spanningsverschil tussen de wolk en de onderliggende aarde of een ander deel binnen de wolk. En op het moment dat het spanningsverschil groot genoeg is, dan hoeft maar een kleine verstoring buitenaf erbij te komen en dan ontstaat dus een bliksemontlading. Ik heb een paar keren echt de elektriciteit gevoeld. Hè. Dus je voelt vlak voor de inslag voel je de haren op je huid rechtkomen. Alles was verlicht, dus we hebben nooit echt een streep zelf gezien, maar bliksem en donder kwamen gewoon altijd tegelijkertijd. En alles was gewoon verlicht. Op het moment dat er een heel groot spanningsverschil wordt opgebouwd in de onweerswolk en tussen de onweerswolk en het aardoppervlak, ja, dat spanningsverschil, de natuurkundige wetten die willen dat opheffen, om het zo maar te zeggen. Dus uiteindelijk gaat er een soort van bliksemzoekkanaal naar het aardoppervlak toe, maar tegelijkertijd gaat er ook een klein bliksemzoekkanaaltje vanaf het aardoppervlak omhoog. En dat gaat niet vanaf één specifiek punt, maar vanaf meerdere plekken. Nou, wat sommige mensen ervaren op het moment dat de bliksem heel dichtbij inslaat, is alsof bijvoorbeeld een ballon over hun haar heen gaat, zo'n statische ballon. Nou, en als je dat voelt en de bliksem slaat heel dichtbij je in, dan weet je dat je eigenlijk één van die potentiële mikpunten bent geweest. Dus dat je eigenlijk gewoon geluk hebt gehad. Dat is wel op zich beangstigend. Op het moment dat je voelt in de lichaamsharen, en je weet van oké, nu gaat het niet langer duren, dat is echt wel een moment van wauw, oké. En dan ben je blij dat die komt en dat het dan niet bij jou is. Hè. Dat is altijd de ontlading, hè. Letterlijk in vieren. Overlevingsinstinct, zo snel mogelijk naar die hut gaan en op goed geluk vertrouwen. Hè. Meer kan je toch doen op dat moment. Ja, in potentie is onweer dus ontzettend gevaarlijk. Maakt eigenlijk dan niet uit of je een heel zware onweersbui hebt of een heel lichte, want één enkele bliksemontlading kan eigenlijk al behoorlijk wat ellende veroorzaken. Maar over het algemeen is het natuurlijk wel zo dat een onweersbui, hoe zwaarder die is natuurlijk, hoe gevaarlijker die wordt. Als je kijkt in Nederland naar weerslachtoffers, dan zien we heel vaak slachtoffers helaas door wind en niet zozeer door bliksem. Ja, en onweersbuien zijn wel
de weersystemen die de hoogste windsnelheden op aarde kunnen veroorzaken. Dan heb je het echt over windsnelheden tot zo'n 400 km per uur bij zware tornado's. Ze kunnen soms hagelstenen tot wel meer dan 15 centimeter voortbrengen en ontzettend veel regen in korte tijd met zware overstroming als gevolg. Dus een onweersbui als weersysteem aan zich is in potentie ontzettend gevaarlijk en misschien wel het gevaarlijkste weersysteem dat we op deze planeet kennen.